Ik ben een filosoof. En filosofen zijn mensen die de waarheid zoeken. Overal waar ze dat kunnen vinden. En soms ligt het dus werkelijk recht voor hun voeten. Hè? Oh, nee. Nee. Het is gebeurd. Ik sta erin. In de virtuele ruimte van MyVUB. Welkom. Het is toch werkelijk ongelooflijk wat we allemaal voor u voorzien hebben. Gaande van cursusmateriaal, ICT, noem maar op, op kot enzovoorts. Maar niet vergeten, niet alleen de geest is hier van belang, het lichaam ook. Dus, lekker eten? Eens kijken wat dat oplevert. Naar het restaurant. Paf. Is dit niet gewoon fantastisch? Elke dag kunt je zonder enig probleem volgen wat er op het menu staat. Let wel, 27 augustus, die tongrolletjes. We hebben ze nu al doorgegeven aan het departement biologie om ze te onderzoeken, maar dat is een detail. Haha, kijk eens aan. Wat hebben we hier? Examenroosters. Geen paniek, dat is nog een paar maanden te vroeg. Maar, kijk daar eens, lessenroosters. Dat gaat uw leven in deze eerste maanden op deze universiteit volkomen bepalen. Daar moet je een vlotte toegang toe hebben en die is er. Maar let op, dat is niet alles. Dat is lang niet alles. Is dat niet voldoende? Hier, het echte wondermiddel, namelijk het VUB-telefoonboek. Dat u toelaat om iedereen vlot en gemakkelijk op deze campus te bereiken. Dank u wel, Silke DH, om ons dit probleem te signaleren en het aan uw medestudenten mede te delen. U ziet dus, u hoeft niet te wachten op het nieuws. Als er iets te melden is, kan u gebruik maken van Twitter, hashtag InfoVUB. Wees sociaal, dat past niet eenmaal bij een universiteit. Licht uw medestudenten in voor alles wat zich aandient, wat niet helemaal vlot loopt, om het gezamenlijk op te lossen. En wat zie ik hier nu staan naast mijn zeer intelligente kop? I learn? Oké, even checken wat dat nu weer is. Alle laatste nieuwsberichten die relevant zijn voor het leren en studeren, netjes allemaal samengebracht. U zal daar vaak moeten op vertoeven, want u heeft gekozen voor een weg om te leren. Ik kan u verzekeren, die weg gaat tot het einde van uw leven. Want je kunt nooit genoeg geleerd krijgen. Dus, de toegang par excellence.